Het Korps Politie Suriname heeft op 21 oktober een politieboot in ontvangst genomen. Deze boot, Eagle Eye, is een schenking geweest van Japan en zal ervoor zorg dragen om de veiligheid op de Surinaamse wateren te waarborgen. Na enkele toespraken van overheid- en politiefunctionarissen is de boot in gebruik genomen bij de waterkant van Domburg. Een schenking van Japan in eerste instantie, zoals u vanmorgen heeft gehoord, was de schenking aan het ministerie van LVV. En het ministerie van LVV op zijn beurt heeft het overgedragen aan het ministerie van Justitie en Politie. Dus het is een schenking geweest van Japan. En we zijn natuurlijk de regering van Japan zeer erkentelijk voor deze geste. En die push die er wordt gegeven om de veiligheid te garanderen. We hebben deze boot gehad van het Japanse volk en de overheid. En dat was dus de schenking is gegaan via het ministerie van LVV. En het traject om te komen tot dit moment, het in gebruik nemen van deze boot, is niet over een leien dakje gegaan. Omdat het een splinternieuwe boot is, die door de deskundigen vanuit Japan, Yamaha, moest worden opgezet. En vanwege de COVID-situatie hebben wij de pandemie wereldwijd hebben wij niet op tijd, althans... eerder de gelegenheid gehad om deze boot in gebruik te nemen. U begrijpt, zo'n grote boot op een trailer over de weg sjouwen. Het was een uitdaging, maar daar hadden we dus de assistentie van EBS nodig, Telesuur, openbare werken, niet te vergeten NCCR die ons ook heeft geassisteerd, het ministerie van LVV. We hebben ook Nieuwe Haven, het havenbeheer. NV Havenbeheer die heeft ons heel veel geholpen. Eigenlijk hebben ze alles gratis gedaan voor ons. Ze hebben gefaciliteerd. We hebben afgelopen maandag 3:00 in de ochtend hebben we de transport gedaan van dit vaartuig over de weg. En rond 9:00, 10:00 is die dus te water gelaten. Waarna het team van Japan en onze mensen dus aan de slag zijn gegaan met testritten, maar ook trainingen tegelijkertijd. Tot op dit moment nu, dus de officiële ingebruikname.